Jongens, of je het nou gelooft of niet, dit is de allereerste keer dat ik een vlogcamera vasthoud. Ik ben Nanook van der Pol en ik ben jullie nieuwe HVA-YouTuber. En ja, jullie moeten natuurlijk wel heel erg veel van mij te weten komen, omdat jullie mij natuurlijk altijd gaan zien nu. Ja, dan moet je natuurlijk wel alles over mij weten. Dat ga ik dus nu in dit korte filmpje doen. Ik doe media, informatie, communicatie. Dat is nu Creative Business, Engelse naam gekregen. Dat maakt allemaal niet uit. Maar dat doe ik omdat ik het heel erg leuk vind om video's te maken. Ik vind het super belangrijk, alleen dat we de video's wel op een goede manier gebruiken. Dat we de wereld een beetje mooier kunnen maken en een beetje mensen kunnen helpen. En daar is dit platform nou geweldig voor. Dus daarom kom ik jullie, studenten met onwijs veel problemen, kom ik jullie helpen. En maak ik de wereld een beetje mooier. Verder ben ik een heuse Haagse. Ik ben namelijk opgegroeid, geboren, alles in Den Haag. Het is nu een beetje aan het regenen. Maar toch ga ik jullie de mooie skyline van Den Haag heel even snel kort laten zien. Kijk eens, jongens. Binnen is het ietsje warmer dan buiten. Ik ben sinds anderhalf jaar in Amsterdam te hebben gewoond weer heel eventjes terug in Den Haag. Dat is hartstikke gezellig. Alleen betekent dat nu de school weer is begonnen. Dat ik elke dag weer met dat mooie NS-treintje mag. Dus ik ben weer heel erg op zoek naar een kamer. Dan kan ik weer heel snel op mijn mooie fietsje in plaats van in die vreselijke stinktrein. Nou ja. Toch wel heel erg belangrijk. Mijn lievelingseten. Eigenlijk alles wat je in de grill kan doen vind ik lekker. Maar wel alleen maar groentes. Ik ben namelijk wel een echte vegetariër. En ho, vergeet ik bijna het allerbelangrijkste van mijn dag. Mijn havermoutje is heilig in de ochtend. Oh, lekker. Sinds dit jaar ben ik lid geworden van studentenboordvereniging DERM. De naam zegt het al een beetje. Het is een studentenvereniging met heel erg veel feestjes, maar vooral ook heel erg veel activiteiten in bijvoorbeeld surfen, snowboarden, kiten, alles met een plank. Wat je ook heel erg veel doet is reisjes maken. En dat is iets waar ik in mijn tussenjaar ben achtergekomen. Dat vind ik heel erg leuk. Ja, reizen. En dan vooral backpacken. 3 jaar geleden, ik zit nu in mijn 3e jaar, heb ik de keuze gemaakt om een tussenjaar te nemen en te gaan slenteren door Zuidoost-Azië. Ik heb daar onwijs veel inspirerende mensen ontmoet en heel wat moois van de wereld gezien. Daar is dan ook mijn passie voor de wereld en film ontstaan, waardoor ik de keuze heb gemaakt om MBC aan de Hogeschool van Amsterdam te gaan studeren. Ik heb heel erg veel doelen voor ogen, maar eerst wil ik heel erg veel toffe video's maken als echte HVA-YouTuber. Oh ja, ben je nu benieuwd geraakt naar de voorstelvideo's van de andere YouTubers? Klik dan even hier. En als je echt helemaal niks meer van ons wil missen, klik dan even op de abonneerknop. Hier zo. Doeg!